ik moest wel aan bepaalde dingen wennen. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld bij het ontbijten eten heel veel mensen eten warm. Nou, ik eet normaal gewoon yoghurt en een broodje met hagelslag of zo. Vandaag volgen we Noah en Estella, die met het nationale Indonesische team in een oefenwedstrijd spelen tegen de voetbalvrouwen van ADO Den Haag. Beide dames zijn in Nederland geboren en getogen, maar ze zijn nu al voor de tweede keer opgeroepen om voor het land van hun roots uit te komen. Hoe ervaren zij dit en hoe komt zoiets eigenlijk tot stand? In deze nieuwe aflevering van Vrienden van Voetbal krijgen we antwoorden op deze vragen. De vaders! Hoe is het om de meiden zo op het veld te zien tegen ADO Den Haag namens het Indonesische elftal? Trots om ze te zien. Estella die kwam in Indonesië aan en het eerste wat ze zei, ja, hier voel ik me thuis, hier ben ik thuis. En dat geeft eigenlijk haar ook de mogelijkheid om met haar hart te spelen. Misschien zeg ik het heel romantisch, maar zo is het wel. Ze had ook graag voor Nederland willen spelen, alleen ja, de concurrentie in Nederland is gewoon, ja, gewoon veel te groot. Het is gewoon heel erg groot. Ook heel veel fans erbij gekregen. En, ja, ze loopt daar over straat en wordt zelfs herkend. Ja? Ja. En dat is als je in de anonimiteit voetbalt in Nederland, is dat best wel een mooi. Het is een soort echte voetbaldroom wat eruit komt. Dus dat is voor hun erg mooi. Trotse vaders, dat is wel duidelijk. Maar hoe is het voor de dames zelf? We spraken ze na afloop van de wedstrijd. Jullie stonden hier vandaag namens het Indonesische voetbalelftal. Hoe is dat voor jullie? Super cool natuurlijk. Daar heb ik eigenlijk altijd al van mogen dromen. Gewoon voor mijn vaderland kunnen spelen. I think the Indonesian people really welcome this player. It's to, you know, to make our national team stronger. And of course, it's really good to, you know, to place Indonesian national team on the world stage. So yeah, we really welcome them to our national team. En jullie zijn opgegroeid in Nederland. We komen dan ineens terecht in een team met allemaal Indonesische meiden die jullie ook niet kennen. Hoe is dat voor jullie? Nou, eigenlijk waren ze heel welkomend en betrokken ze ons eigenlijk altijd heel snel erbij. Ik voelde me wel al gelijk heel erg thuis eigenlijk bij de meiden. Ik dacht wel van, hey, we hebben best wel veel gemeen. Natuurlijk moesten we aan bepaalde dingen wennen. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld bij het ontbijten eten heel veel mensen eten warm. Nou, ik eet normaal gewoon yoghurt en een broodje met hagelslag of zo. En had je het gevoel dat de dames jullie ook echt als een van hen zagen? Nou, ze plagen ons soms een beetje met boelen. Dat is foreigner, zeg maar. Ja. Maar nee, ze zien ons echt wel als een van hun. Ze betrekken ons overal bij. Ja. En wat zeg je dan als ze boelen tegen je zeggen? Ja, wat kan ik zeggen? Want ze hebben gewoon gelijk. Het is bovenal volgens mij een heel mooi avontuur, hè? Wat hoop je dat dit avontuur jou gaat opleveren? Nou, ik hoop dat we ons eigenlijk gewoon als team heel erg kunnen ontwikkelen. En eigenlijk gewoon de AFF, dat aankomt in november op de planning. Aziatische Cup, hè? Ja, de Zuidoost-Aziatische Cup kunnen ver in mogen komen. Wellicht gewoon eerst kunnen worden. En een doelpunt maken, toch? Zeker een doelpunt, ja, dat sowieso. Staat wel op mijn bucketlist, ja. Ik een assist. Assist en een doelpunt.